Nee, hopen. Vrienden van de theekoepel. Ik vraag me hardop af wanneer en wat precies de functie was en wie haar zicht had op de dijk. Wachters in hun toren, echte dames aan de thee. Ik weeg de woorden af van hen die van de oude koude stenen houden. Van mannen, van vrouwen en van kunstenaars die dromen van een warme werkelijkheid. Nu wij staan op lang vergeten trappen, hout dat rot, horen we haar. Wachtend op wie er wat zal geven. Hier huist de geest voor een nieuw leven. Voor thee, een goed gesprek, voor muziek of stilte. Voor ieder die wat wil en de moed heeft om wat bij te dragen. Daarom vragen wij in nederigheid, o dames en meneeren. Drink een kopje met ons mee en laat een geest tot leven komen die hier in gaten werd bewaard. Laat haar weer trots de koepel zijn tussen stad en uiterwaard. Waar iedereen zichzelf kan zijn en waar de stad zichzelf ontmoet en tot bezinning komt bij een goed glas thee. Gluur eens door haar rasterruiten, klop eens op haar onderdeur. Laat haar geest gauw weer naar buiten. Geef haar terug wat ze verdient. Geef haar leven. Word haar vriend. Het is natuurlijk heel onaardig dat ik even hierboven ga staan en jullie allemaal beneden zitten. Dat jullie straks ook de trap niet op mogen. Dat is eigenlijk wel heel jammer, maar goed, dat is voor jullie eigen veiligheid wat dat betreft. Hey, wat ik echt een fantastisch gedicht. Wat ik nou zo mooi vind is dat eigenlijk niet alleen dit gedicht, maar heel veel gedichten en wat mij betreft nog gemaakt mogen worden over deze plek. Maar dat is natuurlijk wat dat betreft een unieke plek in Wageningen. Hier liggen zoveel verhalen, hier zit zoveel geschiedenis aan vast aan deze plek. En jullie hebben daar een aantal toespelingen op gemaakt, maar je kan er heel veel over vertellen. Over de tuinen die hier gelegen hebben. Ik heb daar met Bart van Aller wel eens over gehad die daar staat. De tuinen van Zocher die hier nog gewezen zijn. Die hier waren. Over de oude toegang tot de theekoepel. Ik ben benieuwd, jullie komen nu allemaal vanaf het Wallenpad. Maar er was ooit een andere entree tot deze theekoepel. Op de dijk. Ademhalen. Grote happen uit de lucht. Genoeg ruimte om me weer klein te voelen. In het bestaan van alle dag de vaak reuzin in een keurig poppenhuis. Hier zoek ik mezelf. Spiegel me in het water. Probeer mezelf te peilen. En weet dat ik doorgaans rustig kabbel achter de dijk, maar eens in de zoveel tijd buiten mijn kader treden moet. Van dat je behoedzaam een bij naar buiten loodst en bij het sluiten van de deur hoor je een licht gekraak. Van dat je behoedzaam een Jehovah naar buiten loodst en bij het sluiten van de deur hoor je een licht gekraak. Van dat je behoedzaam een gematigd politicus naar buiten loodst en bij het sluiten van de deur hoor je een licht gekraak. Van dat je behoedzaam een politicus iets links van het midden naar buiten loodst en bij het sluiten van de deur hoor je een licht gekraak. Van dat je behoedzaam een politicus iets rechts van het midden naar buiten loodst en bij het sluiten van de deur hoor je een licht gekraak. Dit hebben we ook heel goed doorgenomen. Mag de gong nog een keer, anders? Ja, precies, de gong. Is hij de deur te moeten? Ja, de deur. Allebei? Allebei. Ja? Ja. In 1990 is het opgeknapt. En toen is er eigenlijk niks meer gebeurd, hè? Ja, we zien het op de achtergrond. De prachtige theekoepel van Wageningen waar zoveel historie ligt. In 1990 opgeknapt. Daarna heeft het geen functie gekregen. En dat is natuurlijk eigenlijk heel zonde. Want kijk om je heen. Er zijn nu allerlei activiteiten. Ook vandaag voor de culturele ronde. En dan krijgt de theekoepel ook echt een functie en een betekenis. En dat willen we ook heel graag terug hebben. Maar daar hebben we ook gewoon een functie voor nodig. Want als je hem leeg laat staan, gebeurt er dit. Nee. Want er zit dan niemand in, dus het staat dan leeg. Maar moet je het dan ook niet onderhouden? Want dat is dus eigenlijk ook niet gebeurd, hè, die 30 jaar. Nee, dat is veel te weinig gebeurd.
Maar als we het natuurlijk ook zo weinig gebruiken als dat we nu gebruiken, dan bekommert eigenlijk niemand zich erom of heel weinig mensen. En dat is natuurlijk zonde. Want als we het gewoon dagelijks, wekelijks, maandelijks zouden gebruiken, dan zien mensen ook dat er iets is en dan kunnen ze het maken en repareren. Dus ik hoop dat het heel snel een nieuwe functie krijgt. Ja, want de gemeente gaat het nu verkopen, hè? Ja. Zijn er al gegadigden om het aan te schaffen? Ja, we hebben vorig jaar aangekondigd dat we het gaan verkopen, omdat het juist ook een mooie plek in Wageningen moet krijgen. En sindsdien moet ik zeggen, heb ik een hele hoop reacties gekregen en ook heel veel mensen uit de stad die zeggen van ja, wij willen gewoon iets moois doen met deze theekoepel. Dat hij ook echt eigenlijk zijn oude functie terugkrijgt van midden in de Wageningse samenleving. En dat zou natuurlijk fantastisch zijn en ik hoop dat heel veel partijen straks eigenlijk een aanbod zullen doen van wij willen dit en dit met deze theekoepel. En het zal in de loop van het jaar zullen we daar een keuze in maken en dan zal die ook echt daadwerkelijk verkocht worden. Ja. Gaan jullie dan ook echt kiezen uit ideeën of is het een geldkwestie? Dus je zegt van nou, we willen gewoon zoveel hebben, minimaal. Het allerbelangrijkste is dat de theekoepel gewoon een mooie functie krijgt in Wageningen. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Tuurlijk, het moet uiteindelijk ook op lange termijn wel betaalbaar zijn. Maar we vinden het belangrijk dat als het die functie ook krijgt, dan dat is nog een stuk belangrijker dan geld. Ja, en degene die het dan koopt, dat is dan degene die dan verantwoordelijk wordt voor het onderhoud natuurlijk. Ja. En die zal het gaan opknappen. Die zal het gaan opknappen en ook als gemeente hebben we daar nog geld voor beschikbaar gesteld. Daar ben ik zelf ook wel heel blij mee en daar heb ik me ook sterk voor gemaakt afgelopen jaar. Ja. Dat we ook zorgen dat degene die het koopt ook een deel van het geld wat je nodig hebt om het op te knappen ook krijgt van ons. Ja, want ja, moet er veel gebeuren? Nou ja, als je achter mij kijkt dan zie je dat het op sommige dingen boven de deuren beneden zit het gat erin. En als je boven naar de kozijnen al kijkt zie je al genoeg denk ik. En ik ben een paar maanden geleden ook binnen geweest en er moet wel wat gebeuren. Oké, we gaan zo kijken geloof ik. Dankjewel. Zeker, succes. Ja, dat is het. 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 Ja, dat is het.